Beste kijker, het is vandaag 28 december 8:15 en we zien hogere koersen. Als we naar de AEX kijken, verwachte opening rond 789 punten en slot was bijna 787 punten. Als we met een gap openen is altijd de vraag wat de markt van plan is. Zakken en gap dichten en vervolgens stijgen of zijwaarts en verder omhoog of zijwaarts en toch dalen? VS blijft stijgen. Het is ongelooflijk, maar toch is het zo. Het bewust RSI-indicator toegevoegd, waar veel mensen naar kijken, maar zoals we het zien, de markt blijft doorgaan ondanks behoorlijk hoge RSI-stand en divergenties op dagbasis. Men denkt 17.000 voor Nasdaq en 4.800 voor S&P haalbaar, moet zijn wellicht nog hoger voordat we dalingen gaan zien. VIX is alweer aan het wegzakken richting de laagste niveaus rond 2020 was bereikt. Duitse DAX en AEX blijven net onder de top zijwaarts bewegen. Het is nu de vraag, gaan wij begin januari een hogere top neerzetten en dan dalen of lagere top en vervolgens dalen? Het is kwestie van tijd, de indexen gaan corrigeren. Hier zien we het overzicht van de porto en als ik de gemaakte transacties bekijk, gisterenmiddag toch A28 call 784 gekocht en verkocht met een mooi winst van 95 netto. AEX-index is zojuist geopend en we zien toch een grote rode bar, lijkt erop dat men eerst de gap wil dichten, maar geen garantie natuurlijk. Ik heb dan speculatief 4 stuks 792 put opties gekocht en gemiddeld €295 per stuk betaald. Nu wil ik put optie 790 verkopen voor €170 per stuk als het lukt. Hiermee verlaag ik mijn investering en risico. Bovendien maak ik ook gebruik van tijdswaarde in de optie om mijn winst te maximaliseren.
Zoals jullie ook kunnen zien, ik moest behoorlijk veel geduld hebben, maar eindelijk lijkt AX toch te zakken en ik wil nu mijn verkooporder aanpassen naar €200 per stuk. Denk dat er meer in zit, maar als deze lukt is ook prima winst. Dit duurt me nu echt te lang. Ik pas de order aan naar €180 per stuk en zie bevestiging dat mijn order uitgevoerd is op €181 per stuk. We zijn een paar minuten verder en wat zien we dan? AX toch op 787 punten op de steun beland die ik had getekend. Het is altijd achteraf als de markt stijgt of zakt en makkelijk gepraat. Ik had nog even geduld moeten hebben met verkopen van de puts en bovendien met kopen van call-opties. Het is inmiddels bijna 15 uur en ze hebben vandaag mijn geduld behoorlijk getest. Heb in totaal 9 stuks 785 call-opties gekocht en gemiddeld €250 per stuk. Was dus een behoorlijke positie geworden en telkens op de 787 is de markt teruggevallen. Ik heb de optie omzetten nagelopen op diverse series en verwacht zelf expiratie rond 788 punten. Daarom heb ik de opties niet verkocht, maar omdat ik risico wil verminderen, voor de zekerheid 787 serie call optie voor €80 per stuk verkocht. Hier is het duidelijk zichtbaar hoe ze de markt bespelen. Vele handelaren laten denken dat we zakken, maar telkens weer een tikje omhoog. Vervolgens, als men denkt dat wij gaan stijgen, laten ze de markt weer zakken.
Wat is er werkelijk in de laatste 30 minuten gebeurd dat wij opeens toch enorme stijging zien? Nu is de beurs gesloten en AEX heeft het prima gedaan. Als we naar de porto kijken, zien we dat ik toch weer de verleiding niet kon weerstaan om 100 aandelen Just Eat te kopen, maar nu heb ik mijn verstand ook gebruikt en gelijk 2 juni 14 calls verkocht voor in totaal €410. Ik heb ook een verkochte december put 14. Morgen is de laatste handelsdag van dit jaar en ik heb een put spread lopen. In totaal 6 stuks, als AX onder 790 expireert zou deze put netto €280 winst opleveren. Alles bij elkaar was een prima handelsdag. Ik neem de winst €395 mee van gisterenmiddag in de berekening van vandaag en totaal €855 verdiend met opties. Het was een bijzondere maand december. Ik had bijna al mijn winst verspeeld met opties en het is toch gelukt om alles bij elkaar een winst te realiseren van €9273 en portfolio heeft een waarde van bijna €15.000 inmiddels.